Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hart voor Auto's. Waar ik ga vertellen over mijn hart voor auto's. Bam! Onbeschoft hart. Ordinair. Deze SL75. Oh, dan knip je er maar uit. De Porsche 911 gaat al een enigtal jaren. Popo. En we hebben een Popo-politie. Twee keer politie. Twee keer. YOLO. YOLO. Ik wist niet dat. Nou heen, joh. Nee, nog niet. Ja, dat is niet mooi toch, zo scheef? Ja, dat kan niet, jongen. Moet je even zeggen. Dan moet je, zo, deze wil je dit in het filmpje doen dan. Ja, dat is toch leuk? Morgen dames, hier die staan op de zijkeuk. Morgen dames. Nog een keer. Wat is dat? Je moet echt verpissen. Tot ziens, hè. Fijne dag verder. De Modena Track Days, Modena Motorsport. Vandaag 30 jaar alweer. Normaal niet vandaag. Modena Motorsport. We staan hier met hele mooie auto's. Hele mooie auto's. Dat is leuk. Voor de rijders natuurlijk, om de ervaring op te doen. Maar ook voor de bijrijders, want die hebben natuurlijk misschien wel nog nooit de... Het is slecht, hè? Oké. Okay. Helaas, volgende keer beter. Maarten Memorial, de jubileum. Beste kijkers, de laatste jaren hoor je bij zeker. Bij zeker. YOLO. Nou, zoals jullie zien, zitten wij vandaag in de BMW M6. En we wel even lekker enthousiast, hè? Ja. Ja? Hij loopt. Mooi. Zoals jullie wellicht wel gezien hebben, is Porsche druk bezig met het bouwen van de nieuwe Porsche 991 Turbo. Wordt natuurlijk een fantastische auto. De eerste spy shots zijn al gezien. En vandaag dan de 911 Turbo. Wordt aangedreven door een 3,6 liter grote boxermotor. Met een turbo. Ruim 500 pk. En dan gaan we helemaal verkeerd. Goh. Ging net goed. Een van de snelste Porsches ooit gebouwd. Uiteraard is een GT2 sneller. Maar we kunnen zeggen dat deze... Waar de olie door je aderen sneller van gaat stromen. De exclusiviteit. Exclusiviteit. We zijn zo weer weg hoor. Okay. Alleen even een shot dat ik in de auto stap en dan rij ik weer weg. Oké. Dat is natuurlijk geen probleem. Nee, dat is goed. En wat voor programma is het? Hart voor auto's. Oh. Ik ga vertellen over mijn hart voor auto's. Oh, nou, dat is wel iets heel apart. Ja. Succes. Maar dan zeg ik dus van, gaar ding man. Oké. Okay. Ja. Lastig. Ik kan er misschien niet goed uit. Ja, dat ik wel. Het is eigenlijk zeg maar dat, mobiel. Ja. Nee, Piet. En op een gegeven moment staan we stil gewoon, dus je deze auto's erbij komt. Wat ga je nou doen? Ga je wel presenteren nu? Ja. Dan moet je het nu doen. 510 pk, die 5 liter supercharged, is dit een dynamische, agressieve, sportieve, maar toch luxe SUV. Luxe SUV? Dan vragen mensen aan mij... Waarom zie je alles? Nou, dat kan ik jullie wel vertellen. Het is natuurlijk al een hele ervaring om in zo'n... Nou, dat is gewoon zo'n zonde, hè. Het moet gewoon perfect zijn.
Maar als je er dan mee reed, voelde die auto toch wat zwaar aan. Niet echt lichtvoetig. En dat wil je wel. Mensen die deze auto kopen, die gaan gewoon voor emotie, klasse. Het plaatje is compleet. Zeker bij deze auto bij Curvy. De benaming Sport doet daadwerkelijk zijn eer. Zijn naam. Loop ik hier naar links, ga ik naar de afdeling waar Lex... Ja, dat is niet zo'n goed stukje. Want bij Lauwman exclusief zijn zij... via www.gtrrijden.nl. En ik weet zeker, dit gaat zonder blikken of blozen. Ik zou iets minder gemaakt doen. Okay. Dan kun je ook nog de aandrijving, die standaard vierwielaandrijving heeft, kun je omschakelen dat die al het vermogen, 50%, dit duurt een beetje te lang. Ja. Dit is veel leuker als rijden in een Lamborghini of in een Ferrari. Dit is onevenwaardig. Zonde. Heel zonde. Wow. Kataklop. Die positie ook als je achter het stuur zit. Het komt zo naar je toe. En dit gaat Jorik eventjes gewoon even verwijderen. Hoi. Die kant op, daar loopt wel dood zo. Ja, dan kunnen we beter die kant op gaan. Die kant op gaan en dan ergens naar rechts. Dan heb je zieke bochtjes. Ja, we moeten nog heel even rijden, want dan hebben we eventjes beelden. Geen merk brengt je... Geen merk brengt je dichter bij de Formule 1 dan Ferrari. Nou, we gingen nooit eerder echt op pad met een Ferrari. Niet uitgebreid. Vandaag gaan we op pad met de 430 Spyder. Eén minpuntje. Ook niet zo. We hebben natuurlijk niet de beste dag uitgekozen om op pad te gaan met Ferrari. Met Ferrari. Geen merk. Ja, het is helemaal donker. En hier houdt het weg op. We testen vandaag de Ferrari 430 Spyder in combinatie. Nee, dat is helemaal zo kut. Donker. Ja. En zeker met deze tuning erop, die uitlaat erop van Miltech. Ja, dat is eigenlijk een beetje de kers op de slagroom. Kerst op de taart? Nee. Ja toch? Een lekkere 5-cilinder. Genoeg power. Zeker in deze variant. Maar is dit dan de lekkerste hot hatch? Hot hatch. Jezus. YOLO!